echt overal politie. Nou ja, dat zie je alleen maar in een actiefilm. En niet in Rijsbergen, nee. Tot gisteren. Nee. Ja, tot gisteravond, ja. Een vluchtauto, een achtervolging en gewapende agenten met kogelwerende vesten. Rijsbergen leek inderdaad de set van een actiefilm donderdagavond. De politie pakte 3 overvallers uit Rotterdam op na een urenlange klopjacht. Het gaat om 2 mannen van 19 en een jongen van pas 16. Maar hoe kwamen die overvallers nou terecht in Rijsbergen? Het drietal was op de vlucht vanuit het plaatsje Nieuwmoer, net over de grens in België. Daar waren ze betrokken bij een gewapende overval. Via Achtmaal reesden ze door naar Zundert. Daar gooiden ze kogels uit het raam van de vluchtauto. Henk woont daar en die wist niet wat hij zag. Ze lagen hier overal waar die rondjes zijn gemarkeerd, zeg maar, in de struiken aan de straat. We zaten binnen en kwam een auto heel erg snel voorbij rijden. Ongeveer een half minuut daarna kwam de politie voorbij. Dus ik ben gaan kijken, nou, die hele straat die lag bezaaid met kogels. Ja, schrikken. Schrikken, vooral het kaliber kogels die hier op straat lag, dat was wel even van oei. Wat waren het voor kogels? Zover ik van de politie hoorde, een 7.62. En dat is voor een mitrailleur, oftewel voor een lange afstandswapen. Toen heb ik gelijk 112 gebeld. Ik zei, ja, maar hier ligt die hele straat voor met kogels. Hij zegt, kogels? Ik zeg, ja, kogels. Ja, oh, zegt hij, stuur gelijk de politie. De overvallers vluchten verder en komen zo in Rijsbergen terecht. Daar knallen ze met hun auto tegen een rotonde. Dus die lieten ze maar achter en ze renden het dorp in met de politie op hun hielen. Rijsbergen veranderde in een vesting met op elke hoek agenten. Anja zag het gebeuren vanuit haar sportschool. Je ziet allemaal politiewagens daar zo en hier zie ik ineens een politieman voorbij komen. Met een wapen en zo'n body protector. En dan heb je zoiets van, oh jee, dit is echt serieus. De politie is hier ook nog binnen geweest. En die kwamen hier kijken, want hier zou mogelijk de dader verstopt kunnen zijn. Maar dan gaat er wel wat door je heen van, het zal toch niet. En gelukkig was dat ook niet zo. Uiteindelijk zijn alle 3 de overvallers opgepakt. Maar makkelijk ging dat niet. Het communicatiesysteem van de politie haperde en daardoor duurde de klopjacht veel langer dan nodig. Agenten en burgers liepen gevaar en dat is voor de politievakbond onacceptabel. Ja, dramatisch, want politiemensen lopen daar gevaar. Zij moeten met hun portofoon contact hebben met elkaar kunnen spreken, met de meldkamer. En dan zijn daar echt gewoon hele belangrijke berichten gemist in de communicatie. Er waren bijvoorbeeld collega's die de wijk aan het uitkammen waren en die dan ook donkere steekjes inliepen. Nou, dan wil je natuurlijk aan je collega melden waar je bent. Nou ja, als je op dat moment geen contact krijgt met je collega en dus niet kunt zeggen waar je bent, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat daar een verdachte om de hoek komt. Mogelijk gewapend. Nou, dan kunt u zelf invullen wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn. Dat het communicatiesysteem hapert is niet voor het eerst. Daarom kreeg de politie 2 jaar terug al een upgrade. Dat zou een hoop problemen op moeten lossen. Nou, op sommige plekken is dat ook gebeurd. Maar daartegenover staat dat er op andere plekken nieuwe problemen zijn ontstaan. Of zelfs op plekken dat het erger is geworden. Neem bijvoorbeeld Rijsbergen. Uiteindelijk zal er een nieuw systeem moeten komen wat wel functioneert. Ik heb helaas niet meer de hoop dat dit systeem nog gaat functioneren zoals politiemensen daar gebruik van zouden moeten maken. Dit keer is het goed afgelopen en daar is de burgemeester erg blij mee. Ja, nou ja, gisteren was echt wel even de vraag waar zijn we in terecht gekomen. En in de loop der uren komt er dan steeds meer informatie over de voortvluchtige verdachten. Ja, en dan vooral de opluchting dat na enkele uren zij zijn aangehouden. Met dank aan de inzet van onze inwoners die zo alert hebben gereageerd, actief hebben gemeld bij de politie. En door hun zijn ze uiteindelijk ook aangehouden kunnen worden. Dus daar ben ik ontzettend trots op.